heb een mitochondriële energiestofwisselingsziekte. Een zeldzame ziekte. Door een DNA-fout. En dat betekent eigenlijk vooral dat ik inspanningsintolerantie heb. Dus elke inspanning moet ik bekopen. Elke minimale inspanning. Als ik opsta en ik ga me douchen, dan is dat eigenlijk al dat ik daarvan moet bijkomen. Plat liggen, ogen dicht, hele ernstige hoofdpijn, in het donker. Heel erg misselijk zijn, heel veel moeten eten om weer een beetje bij te komen. 'S Ochtends probeer ik dan het ontbijten en 's middags tussen de middag de lunch zelf te maken op de trippelstoel naar de keuken. Maar ben ik naar een ziekenhuis geweest, dan ben ik weken dan te ziek voor. En dan komen mijn ouders ook alweer 's ochtends het ontbijt doen. En 's avonds brengen zij het avondeten en hulp bij het wassen, haren wassen. Ja, 10, 12 keer op een dag heen en weer voor de 's morgens haar insmeren, haar ogen doen, van alles en nog wat. Helpen met wassen, haar wassen. Dat werd ook gedaan toen ze nog boven woonde bij ons, maar dat zijn we hier gaan doen. Dat deed ik zelf ook al, dat haar wassen. Ja, bij alles wat ik nodig heb aan boodschappen, apotheek, heb ik nieuwe kleding nodig. Wil ik iemand een cadeautje geven, gaan zij het kopen, gaan ze het bij iemand brengen. Ja, zo gaat het eigenlijk. Alles wat je normaal zelf doet, zijn mijn handen en benen eigenlijk. Hoe lang is de periode dat u hiermee leeft? Met deze 25 jaar. Ja. Dus 25 jaar ook. Altijd rekening houden met, hè. Wij kunnen niet zomaar spontaan weggaan en denken van, nou, we zien wel hoe laat we thuis komen. Maar zelfs al ga ik een boodschap doen of al ga ik maar even weg, dan zit Christine bijna altijd in je hoofd van, kan ik dat gelijk voor haar? Of het leeft helemaal met je mee. Mijn moeder is 74 en mijn vader 86. En ik hou ze in beweging. Ja, we hebben eigenlijk altijd geholpen met alles wat er maar mogelijk was. We hebben alles geholpen natuurlijk. En ook haar wel heel erg haar zelfstandigheid laten houden. Hè? Want dat vinden wij toch ook wel heel erg belangrijk. Want zij is ook een mens en heeft haar eigen dingen. Ja. En dat hebben we wel altijd heel erg geprobeerd. De buurman van Christine die kwam te overlijden en toen hebben we elkaar aangekeken en gezegd van zullen we eens vragen of dat wij die woning kunnen huren. Want het zou zo fijn zijn om nog dichter naast haar te zitten. En daar hebben we ons best voor gedaan en met de gemeente en woningbouw samen overlegd. En dat is gelukt. Zij zijn naast me komen wonen. En wie had dat ooit kunnen vermoeden? In eerste instantie denk je, dat wil je helemaal niet, hè? Normaal gesproken, als je gezond bent. Maar gezien de omstandigheden is dat een kans die je nooit, nooit meer had gekregen. En dat hij zich voordeed, was zeer uniek. En, we hebben dus de stap gezet naar de woningbouw en de gemeente om te kijken of er mogelijkheden waren. En geweldig dat we daarin gehoord zijn. En dat het zo prachtig is uitgepakt. Dit is zo'n uitkomst. Zo, lekker. Dankjewel. Lekker. Zo. Je al een trek krijgen. Lekker. Ja, wij waren ook zo bijna sprakeloos dat deze kans zich voordeed. Dat is bijna niet uit te leggen ook weer. En dat ik zo ontzettend blij ben met de renovatie en de mogelijkheid hier van toch wat ruimer kunnen wonen. De kans die mijn ouders gekregen hebben, gigantisch, geweldig. Maar boven alles denk ik de menselijke houding in alles, de bejegening. En dat is niet alleen op dat moment waardevol, maar zeker ook als je midden in het leven staat en wel eens tegen dingen aanloopt waarvan je denkt, nou, dat is best wel respectloos. Dan gaat er nog altijd even een lijntje naar hun dat ik denk in mijn gedachten, zo kon het ook.